De zon die schijnt volop in het grootste deel van Nederland. Alleen in het zuiden is veel bewolking aanwezig en gaat de zon schuil. Het is overal droog en de temperaturen die liggen vanmiddag zo tussen de 2 en de 4 graden. Vanavond gaat het weer licht vriezen landinwaarts. De temperatuur daalt zo tot rond het vriespunt. Verder staat er nog steeds een matige tot vrij krachtige oostwind, die ervoor zorgt dat het voor het gevoel nog een stuk kouder is. Morgen neemt geleidelijk aan wel de bewolking toe vanuit het zuidoosten. De temperatuur loopt op naar zo'n 3 tot 7 graden in het zuiden. En aan het eind van de middag, maar vooral in de avond, kan er in de oostelijke helft van het land af en toe wat lichte regen vallen. Woensdag is het bewolkt en wordt het zo'n 7 tot 8 graden. Ook dan valt er van tijd tot tijd wat regen of motregen. De wind is wel afgezwakt en is overwegend matig uit het zuiden. Donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar is het wel bewolkt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.